Door de coronacrisis is er veel veranderd. Zo moesten we ineens massaal thuis gaan werken. En gingen we van een kantoor waar alles voor ons werd geregeld, opeens naar een thuiskantoor. En dat is best wel een switch. Corona heeft ons leven veranderd. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Ik denk als je kijkt wat er gebeurd is in heel de wereld, zijn we van een kantoor uit huis compleet omgeswitcht naar thuiswerken. Nu moet iedereen zijn eigen werkplek inrichten en komen ze toch wel tot vragen, hoe gaan we dat regelen, wat heb ik nodig, welke producten. Dus er zijn best wel vragen voor de mensen die nu thuiswerken. Het gemak van voorheen is nu ineens een uitdaging en een probleem geworden. Dus mensen kunnen lokaal kijken of daar winkels, bedrijven zijn waar die spullen voorradig zijn. Maar er komt toch ook corona weer om de hoek kijken, want we willen ons toch wel een beetje mijden, 1,5 meter drukte in de winkel voorkomen. Dus de zoektocht van de mensen zal ook meer gaan switchen naar online. Deze coronatijd brengt natuurlijk ook voor ondernemers veel uitdagingen met zich mee. Ten eerste moeten ze zorgen dat de mensen hun thuiswerkplek goed kunnen regelen, dus dat moeten ze ook faciliteren. Dat betekent ook een andere manier van denken voor het bedrijf. Maar daarnaast zijn er uitdagende tijden voor de ondernemer zelf, want hoe hou je bedrijf overeind in deze tijd? En zeker de retailbranche is natuurlijk gewend aan veel publiek in de winkelstraten en in de winkels. Ja, dat is er niet meer. Dat is een gegeven, dat is een feit. Dus de ondernemers moeten ook altijd wel denken in oplossingen en niet alleen maar in problemen. Dus wellicht dat het ook voor de retailbranche een goede wake-up call is om meer online business te genereren. Voorlopig is corona niet verdwenen uit ons leven. Dus het thuiswerken blijft echt nog wel bestaan. Sterker nog, ik denk als corona ook weg is, dat we ook allemaal de voordelen zien van het thuiswerken. Dus het thuiswerken is echt wel het nieuwe werken geworden. Maar zorg er dan voor als medewerker dat je ook een goede en veilige werkplek hebt. Met de juiste middelen, de juiste instrumenten. En voor de ondernemers zou ik zeggen, faciliteer dat ook voor je mensen. Zorg ervoor dat ze een budgetje hebben. Dat ze ook de spullen kunnen aanschaffen die ze nodig hebben. En als ondernemer zijn, blijf alsjeblieft denken in oplossingen en mooie kansen. Want ook dat biedt deze tijd weer.